Stichting De Gouden Lepel heeft vanmorgen haar jaarlijks terugkerende schoolpakkettenproject uitgevoerd. De stichting heeft in totaal 400 pakketten verstrekt aan hulpbehoevende ouders. De Gouden Lepel is een non-profit organisatie die hulp biedt aan minder draagkrachtigen in Suriname. Volgens Michael Blokland, voorzitter van Stichting De Gouden Lepel, is het doel van de stichting om zoveel mogelijk mensen te helpen die het niet zo breed hebben. Die hulp wordt geboden in de vorm van schoolpakketten, eerste levensbehoeften en tweedehandse kleding. We verstrekken een tas met daarin een half dozijn schriften. Pen, potlood, veger, slijper en liniaal. En ook nog krijgen ze een uniform hemd van ons. En ook een deel, 14 stuks, hebben we verstrekt aan een kinderthuis. We schrijven donatiebrieven en we zoeken zo donaties vanuit de gemeenschap. En ook de gemeenteleden zelf van de nieuwe generatie gemeente Godsbazuin, die helpen om zo deze activiteiten te ondersteunen. Dat was Michael Blokland, voorzitter van Stichting De Gouden Lepel. Hij sprak over het jaarlijks terugkerende schoolpakkettenproject van de organisatie. Dit jaar zijn er 400 schoolpakketten verstrekt aan minder bedeelden in de samenleving.